Vanaf oktober, half oktober, ben ik te zien, Bert Visser, samen met de jongens van NUR, niet uit het raam, de cabaretgroep, acteurs van het Zuidelijk Toneel en een aantal acrobaten, te zien in het theaterstuk, mag ik wel zeggen, het theaterspektakel, groots, mooi, De Reis om de Wereld in 80 Dagen van het Zuidelijk Toneel. Wat mooi. En nu hoor ik u denken, theaterspektakel, theaterspektakel, inderdaad, theaterspektakel. Als ik nou tegen u zeg, metalen olifant van 4 meter hoog, acrobaten voor een musical in Amerika, scène in een nok van het theater. Persoonlijk zeg ik dan kort theaterspektakel. We gaan de weddenschap aan om in 80 dagen rond de wereld te reizen. En we beginnen in Parijs aan het eind van de 19e eeuw. We komen in contact met het geloof in Jeruzalem en we nemen u mee naar de sensuele Kama Sutra in India. Hallucinerend van de drugs brengen we onze tijd door in China om vervolgens te belanden in een musical in Amerika. En daarna nemen we de boot terug naar Engeland. Jezus, man, het is veel. Tussendoor is het dan ook nog het mysterie van de gestolen diamant. Ik zeg zelf, gaan we dat redden. De Reis om de Wereld in 80 dagen is een doldrieste voorstelling met een heerlijke mix tussen cabaret en toneel. Ik hoop u te zien in de Rotterdamse Schouwburg.